Vince en dit is mijn vader. Het wordt steeds kouder. En om de vogels te verwennen, gaan wij jullie laten zien hoe je een vogelvoederhuisje maakt. Om een vogelhuis te maken, hebben we een lege melkbak nodig. Bij de Wibra hebben Vince en ik samen allerlei spulletjes gekocht om samen het vogelhuisje te versieren. We moeten eerst een deur knippen in het melkbak. Nou Vince, ik vind het vogelvoederhuisje zo wel een beetje saai. Dan gaan we hem toch verven? Dat vind ik een goed idee. Ik denk dat vogels rood wel mooi vinden. Als die straks klaar is, moet die even een half uurtje drogen. Dat ziet er mooi uit, Vince. Prima zo. Ja, maar straks ga ik hem ook even beplakken. Ik plak er wat stickers op om hem nog mooier te maken. Kijk Vince, misschien is dit ook wel leuk om er nog op te plakken. Oh wacht, ik ga er ook nog wat glitters op doen. Ik denk dat hij zo wel klaar is. Nou Vince, ik vind hem echt heel mooi geworden. Ik pak er een touwtje bij en dan gaan we hem ophangen. Op de Wibra website vind je nog allerlei leuke knutselideeën. Maak een foto van jouw vogelvoederhuisje en tag deze via social media met hashtag Wibra Herfstfeest.